Fantastisch. Dan komen we eerst bij Andrea, die het voor Amersfoort gedaan heeft. Nou, oh ja, dat is ook zo. Je kunt ook nog met de knopjes de lengte doen. Hè? Probeer het melodietje ten gehoor te brengen. Het zal wel iets langzamer worden, want je hebt wat tijd nodig om van het ene naar het andere knopje te komen. Probeer maar. Dat komt door het ding. Ja, nou ja, er kunnen geen kruisen en mollen op het apparaat, maar het is... Ze gaat eigenlijk pas bij de zevende in de fout, dus ik vind het wel erg goed dan, hoor. Dus dat is erg ver, vind ik. Ja, ik vind het ongelooflijk, want het was bepaald niet makkelijk. Nee. Het was ritmisch ook heel ingewikkeld, ja, hè? Dat maakt het wel een stuk moeilijker, ja, dat ritme. Mm-hmm. Ik vind het erg goed, hoor. Wat vind je? Je mag 2 punten geven of 1 punt? Nou, ik geef hier toch 2 punten voor, want het was extra moeilijk. Ik ben het ermee eens. 2 punten voor André. Dan komen we dus nu bij Erwin. En druk even, want het is zo'n leuk ding. Verlaag de tweede trap mooi, hè? Ja, dat doet het ding niet, hè? Kruisen en mollen. Maar... Ik vind het hetzelfde. Het is precies dezelfde plek. Dus ook 2 punten. Absoluut. 2 punten. Dan kijken we nu even naar het scorebord. En we gaan naar de volgende opdracht. En die volgende opdracht is eigenlijk meer een soort cadeautje. Leren. Nou, het is heel eenvoudig, hè? Alleen gaat dus Andrea mee jureren voor de Big Band en Erwin mee jureren voor het Symfonieorkest uit Amersfoort. Nou, dan gaat hij beginnen met Rudy met de trompet te bejureren. Dat zijn er bij elkaar 9. Dus Nede krijgt er 9 punten bij.